Dico Knevel, 1-1 tegen onze grote vriend van Jos Watergraafsmeer. Vooraf zei je al dat het een lastige wedstrijd ging worden. Ook daaruit werd het 1-1. Wat was je gevoel na deze wedstrijd? Zat er meer in of is dit het hoogst haalbare geweest? Ja, deze wedstrijd stond op het lijstje van lastige duels. En daar zijn we eigenlijk vorige week mee begonnen. Niet daaruit liepen we eigenlijk vrij makkelijk overheen. Jos, ook een ploeg die op de counter voetbalt. Zakte in op eigen helft. Dus prikken. Nou, dat prikken dat ging in de eerste helft moeizaam. Kleine kantjes gehad. Tweede helft maakt Jos de 0-1. Nou, dan weet je dat je een stapje harder moet gaan lopen. Vrij kort daarop schieten wij de 1-1 binnen. Krijgen we aardige kansjes nog op de overwinning hier thuis. Nou, zoals ik zei, stond op het lijstje van lastige duels. Dat is gebleken. 1-1. Ik denk dat er op zich wel meer in had gezeten vandaag. Geluk was niet aan onze zijde. Dus gat blijft 6 punten. Of wordt 6 punten eigenlijk. Was 4. Ze moeten nog steeds, Waterwijk moeten nog steeds twee misstapjes maken. Ze komen nog bij ons op bezoek. Het is nog niet gespeeld, maar ik baal wel van deze... Dit gelijkspel, ja. Ja. Je zegt dat ze het voornamelijk op de counter deden, maar jullie kregen een aantal kleine kansjes, heb je gezegd. Maar echt grote kansen, behalve de grote kans voor Tjerk Postuma aan het einde, waren er ook niet echt te noteren. Nee. Wat hadden jullie denk je anders kunnen doen? Ik weet niet of jij de wedstrijd gezien hebt, maar ik heb in de eerste helft een gigantische kans gezien van onze linksbuiten Jostijn Oom. Die ging 1-op-1 met de keeper. Ja, eigenlijk wisten we het al, die gaat er niet in, want... Jostijn 1-op-1 is eigenlijk garantie voor geen doelpunt. Daarnaast inderdaad de grote kans van Tjerk. Ja, die moet ik nog even terugzien. Ik lag zelf kermend van de pijn op de grond. Ik werd echt keihard op mijn enkel geraakt. Ja, toen het doelpunt gemaakt werd, toen was ik genezen. Ik denk, is dat het paasmirakel waar we allemaal naar zoeken? Ja, ik denk dat je mij ook wel als een soort verlosser... Ja, ik word niet voor niets El Salvador genoemd. Dus ik ben de verlosser, maar helaas vanmiddag kon ik het niet waarmaken in die zin. Ik had graag de 2-1 willen binnenprikken. Maar ik heb ook geen mogelijkheden gehad vandaag. Doodzonde. Wat ik zeg, echte grote kansen op die van Jostijn en Tjerk na waren er niet. Maar ik denk toch dat we hier onszelf echt tekort hebben gedaan op eigen sportpark. Ja. Er zijn nog een aantal wedstrijden te spelen. Verwacht je nog een nieuw wondertje voor BFC of ga je er nu volledig richten op de na-competitie? Hoe is de doelstelling voor de laatste weken? Nou, ik denk dat wij een doelstelling voorafgaand aan het seizoen hadden om in de top 5 te eindigen en misschien inderdaad de na-competitie te behalen. Ja, toen hebben we de wedstrijden zelf gezien, meegekregen wat voor ploegen we tegenover ons zouden krijgen dit seizoen. Dan hebben we de doelstelling aangepast. We willen gewoon meedoen voor de prijzen. Willen we nog steeds. We gaan nog steeds vol voor het kampioenschap. Wat ik zeg, 6 punten. Je hebt zelf in eigen hand of je er 3 van maakt. En dan hopen op een misstap. Alle ploegen in de top 5 spelen nog tegen elkaar. Dus bij mij is het glas altijd half vol. Dus ik zie het nog wel zitten. Ja. Mooi. Een positieve blik dus op het einde van het seizoen. Absoluut. Top. Heel veel succes en bedankt. Dankjewel. Ik ga naar de dopencontrole. Top. Succes.